Dag Noor. Goedemiddag. Jij bent een van de finalistes van Miss Fashion 2020. Ja. Hoe komt het dat je je hebt ingeschreven bij Miss Fashion? Dat komt eigenlijk door mijn vriend. Hij heeft mij aangesproken en zei van ja, doe daar eens aan mee. Je hebt daar wel het gezicht voor. Ook een vriend van hem, die zelf in de modellenwereld zit, zei eigenlijk van ja, doe daar eens aan mee. Je weet nooit hoe ver je geraakt. En nu ja, ben ik een van de 25 finalistes bij Miss Fashion. En dat is dan ook de reden tegelijkertijd waarom je voor Miss Fashion hebt gekozen uiteindelijk? Ja, ook omdat de zus van mijn vriend ook deel had genomen aan Miss Fashion, ook bij de finalisten zat enkele jaren terug. Dus, ja. En wie was dat? Isabella Prazak. Je hebt al een bepaald parcours gelopen met Miss Fashion. Wat heb je intussen allemaal al moeten doen? Dus eerst was er het castinggesprek, dus een gesprek waarbij je je voorstelt. Dan was er de halve finale waar we een catwalk training kregen, make-up, hoe je voorstelt en nog eigenlijk een jurygesprek. En dan nu zit ik, nu is de finale eigenlijk 31 augustus. En wat vond je tot nu toe het leukst? De halve finale toch. Daar heb ik heel veel al bij geleerd op die ene dag. Maar eigenlijk alle activiteiten, daar leer je zoveel bij, leer je de meisjes beter kennen. Dat is echt een fantastisch gevoel. En nu kijk je, wat staat er nu nog op het programma tot aan de finale? Nu bijvoorbeeld morgen hebben we nog een fotoshoot, dan nog enkele danslessen, nog een prejudging en dan is er al heel rap de grote finale. Ja. En daar kijk je waarschijnlijk het hardst naar uit? Ja, natuurlijk. Dat is de mooie afsluit en het spannende moment waarin we weten... hoe goed je het hebt gedaan. Wat vinden je familie en vrienden ervan? Tot aan de halve finale wisten ze eigenlijk niet dat ik eraan meedeed. En toen ik het vertelde, waren ze zeker geschrokken. Maar nu zien ze ook dat ik eigenlijk gewoon mijn droom achterna ga en steunen ze er wel heel hard in. Als we je nu een beetje beter zouden moeten leren kennen, wat moeten we dan zeker weten over Noor? Dat ik in het begin waarschijnlijk een beetje teruggetrokken ga zijn en introvert ga zijn. Maar eens dat ik mee kan ontpoppen in een groep, dat ik er wel echt voor ga. Ja. Zijn er nog zo dingen? Ik ben een behulpzaam iemand. Ja, voor de rest, dat is moeilijk om over jezelf de positieve dingen te zeggen. Waarom? Ik denk dat ik een... goed onthoudend persoon ben. Iemand die er wel goed bij is en een zelfstandig persoon. Studeer je nog? Ja, ik zit in het vijfde en ga nu dus naar het zesde na de zomervakantie. Wiskunde wetenschappen aan het college van Veurne. Ja. En valt dat mee? Dat valt mee, ja. Want dat is toch een zware lichting eigenlijk, hè? Ja, maar ik doe het graag. Dus als je dat met passie kan doen, dan... Weet je de meisjes op school ook dat je meedoet? Ja. En wat vinden zij ervan? Ook eerst iets dat ze niet zagen aankomen eigenlijk. Maar nu steunen ze er me eigenlijk echt wel in. Denk je nummer 1 te worden straks bij de finale? Nummer 1 denk ik zal niet weggelegd worden voor mij. Misschien top 10, hoop ik. Ja, dat zou echt prachtig zijn. Daarmee zou ik heel blij zijn. Hoe dan ook, wat je ook wint. Ik gun je alles natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Maar wat je ook wint... ook de top 10, dat brengt wel verplichtingen achteraf met zich mee. Hè? Je zal misschien naar het buitenland of naar het buitenland kunnen gaan. Zie je dat zitten? Ja, zeker en vast. Ik hoop het gewoon dat het dan makkelijk te combineren valt met school, maar ik heb er wel alles voor over. Dus. Wat trekt je een buitenlandse sterk aan? De warme temperaturen en gewoon andere culturen. Stel nu dat je naar Rusland moet. Andere cultuur. De natuur ook. Andere mensen leren kennen. Ja, natuurlijk, tof. Ik wens je in ieder geval nog heel veel succes. Is er nog iets dat je kwijt wilt aan onze kijkers? Ja, dat is dat de kijkers kunnen stemmen op mij. En dat kan door een sms'je te sturen met MF in grote letters. Spatie 21 naar het nummer 6045. En als ik het meisje ben met de meeste stemmen eigenlijk, dan heb ik sowieso een plaats in de top 10. Dus dan kunnen jullie mee eigenlijk stemmen naar de top 10. Ik zou zeggen, allemaal doen. Massaal, hè? Ja. Oké, super. Ik wens je nog heel veel succes, Noor. Dankjewel. Oké, super.